Je gaat beginnen met je profielwerkstuk. En dat is precies het probleem. Het begin. Hoe begin je nu? Nou, het begin, als je daar een probleem mee hebt, dan bevind je een goed gezelschap, want het is vaak het langdurigste onderdeel van het hele onderzoek. En als je kijkt in de hele structuur van het profielwerkstuk, dit is een mogelijke structuur, dan zit dat aan het begin. En daar moet je flink wat aandacht aan besteden. Allereerst zijn er, als je aan het profielwerkstuk begint, wat randvoorwaarden. Wat gesteld door de overheid, dus het onderwerp moet bij een vak horen van minimaal 400 uur voor VWO. CKV en gym zijn dan problematisch. Althans, dat mag niet zomaar. Als je dan combineert nog wat met een ander vak, dan kan dat weer wel. Voor HAVO is er een soortgelijke eis. Dan nu, je moet het vak wel volgen. Als jij een profielwerkstuk voor filosofie wil doen, maar dat volg je helemaal niet, ja, dan wordt dat wel lastig. De school zelf, waar jij op zit, stelt ook vaak eisen en die heeft vaak een handleiding. Waarin precies staat wat wel en niet mag. Bijvoorbeeld, moet je het samen doen of mag het alleen bij hoge uitzondering? Moet je een presentatie doen aan het einde? Aan welke eisen moet het voldoen? Etcetera. Dus doe je voordeel mee. Nou, hoe begin je nou? Er zijn zo'n 3 manieren om te beginnen. De eerste manier is, nou ja, je vindt een onderwerp interessant en dat ga je verkennen. Tweede is, als je dat wat lastiger vindt, dat je zegt, ik kies een richting, een vak. En daarna kies je het onderwerp. Wat natuurlijk ook kan, is dat je naar goede voorbeelden uit voorgaande jaren kijkt en daarvan leert. Laten we optie 1 verkennen. Hoe kies je nou een onderwerp? Nou, wat mij altijd helpt is, ik pak papier of een kladblok op de computer en ik ga pennen. Dus ik schrijf gewoon wat op. Dat mag best wel vaag zijn. Dus iets over hoe leerlingen leren. Of iets met brommers. Dat het nu vaag is, zo van ja, dat heeft allemaal geen zin, maar het geeft je richting. Ik heb dan tenminste een onderwerp. Dit is wat stadium, hoe je dat allemaal gaat uitvoeren, welke specifieke dingen, die komen later allemaal wel. Nou, stel nou dat ik 1 onderwerp kies, iets over hoe leerlingen leren. Moet dat verder uitgediept worden? Dus welke leerlingen dan? Nou, je zou kunnen kiezen voor deze groep. En misschien vind je het interessant dat meisjes makkelijker leren en jongens minder. Maar wat is leren dan? En bestaat er al soortgelijk onderzoek? Al dit soort dingen kun je pas te weten komen als je er meer in gaat verdiepen. Dus je moet je inlezen. Wat is er al gedaan? Vaak ontstaat een onderzoeksvraag pas als je aan het inlezen bent. Tijdens het lezen kom je namelijk tot dingen die jij niet helemaal begrijpt. Of denkt van, hè, is dat nou wel zo? Of in dit geval, klopt dat wel op mijn school? Voor jongens en meisjes en hun verschillen. En die vragen, die zijn nou juist interessant voor je onderzoek. Als je dan naar bronnen gaat kijken, ja, waar kun je dan kijken? Nou, je kunt googlen of Wikipedia. Dat had je zelf vast ook wel verzonnen. Maar als je iets dieper wil, dan kom je op bronnen als Kennislink, Google's onderdeel voor wetenschappelijk artikel, Google Scholar, of diverse tijdschriften. Dit zijn allemaal klikbare links en wij gaan nu eventjes naar Kennislink. Kennislink is een website die geschreven en bijgehouden wordt door wetenschapsjournalisten. Meer dan 10.000 artikelen. Nou, bijvoorbeeld we zoeken op jongens en leren. En wat krijgen we? Opvoeding, meisjes leren sneller. Maar dat gaat over apen. Onderwijs hoeft niet op de schop, het probleem met jongens. Nou, kijk eens aan. Wat vinden we hier? Er is een nieuw rapport, die nuanceert dit. Nou, dit is een wetenschappelijk artikel, dus er zal vast wel een bron zijn. Meer lezen, het rapport. Tada. Nou, wat blijkt? Er is een onderwijsachterstand van jongens. Een heel rapport met ook een literatuurstudie, een vraagstelling. Dus je kunt hier in feite al kijken van, oh, hier is al onderzoek over gedaan. Hoe is dat gedaan? Kan ik daar misschien iets uit op voortbouwen? Een deel herhalen. En dan ben je echt met je onderzoek bezig. Je kunt ook naar Google Scholar. Dus daar kunnen we dezelfde zoektermen geven. En wat krijgen we dan? Dan krijgen we allemaal artikelen. Dit is de wetenschappelijke kant van Google. Je kunt ook voor Engelse zoektermen kiezen. Boys and Learning. En wat zien we dan? Failing Boys, Issues in Gender and Achievement. Nou, kijk.
En daar kun je dan ook verder mee. Hoe kies je dan? Nou, allereerst moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. En de belangrijkste voorwaarde is misschien wel dat jij het interessant vindt. Je moet er 80 uur aan besteden. En dat onderwerp moet jouw tijdsinvestering wel waard zijn. Tweede is, tijdens het inlezen kan ik goede vragen verzinnen. Of voor het inlezen. En kan ik dan genoeg informatie vinden? En dan ook, past het ook binnen de randvoorwaarden die je school stelt. Dat zou je in een soort tabel kunnen zetten. En dan geef je het een cijfer van 1 tot 10. Zo van, goh, nou ja, ik vind zwarte gaten wel interessant. Maar ik kan er niet zoveel vragen bij verzinnen. Dus dat krijgt niet zo'n hoge score. Uiteindelijk moet je bedenken, kies iets. Want dan kun je verder. En in dit geval heb je natuurlijk voor zwarte gaten ook gezocht. En voor Malcolm X ook gezocht. Nou, laten we dan maar gaan beginnen met leren en jongens. Nou, dit was vanuit het onderwerp gedacht. Maar je kunt ook zeggen, nou, kijk eens vanuit het vak. Als je dat doet, nou, dan kun je naar je docent toe gaan en vragen naar onderwerpen van voorgaande jaren. Je kunt ook naar onderwerpenlijstjes op internet. Hier staan wat voorbeelden, ook deze zijn weer klikbaar. Zo kun je naar de website van de Twente Academy. Hier kun je een vak aanklikken. Bijvoorbeeld natuurkunde. Je kunt nog een tweede vak aangeven. Nou, dan zouden we kunnen kijken van, goh, de boemerang bijvoorbeeld. Hier staat al wat uitleg. Wat onderzoeksvragen als voorbeeld. Dus dit is ook een methode. Hier kun je op elk onderwerp. How Stuff Works is voor beta onderwerpen. Argos onderzoeksjournalistiek volgt heel veel dossiers over gammavakken. En je kunt ook starten bij Data, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Misschien is daar wel een interessant feit dat je kunt onderzoeken. Dan methode 3. Kijk naar goede voorbeelden. Nou, een voorbeeld is dat je weer naar je docent gaat en zegt, nou, laat maar wat zien. Wat was er nou goed in de afgelopen 10 jaar? En dan kan hij echt wel wat noemen. Je kunt ook naar prijswinnaars kijken. En daar biedt het internet weer uitkomst. Dit zijn voorbeelden van prijzen. En wij kijken nu even naar de KNAW-prijs. Dit is de site van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En die reikt ieder jaar prijzen uit. Hier staan de winnaars van de afgelopen jaren. Laten we kijken naar de winnaar van afgelopen jaar. 2016. Daar zie je per profiel zie je profielwerkstukken. Bijvoorbeeld Sabenisa. En dan zie je daar een filmpje van het profielwerkstuk en ook het werkstuk zelf. Dus dan kun je al heel goed zien wat er van je verwacht wordt. Good practice. Samenvattend. Ga eerst achter die profielwerkstukhandleiding aan. Kijken wat mag, wat niet mag. Kijk naar de tips die daar staan. En doe daar je voordeel mee. Volgende stap, kies een oriëntatiestrategie. Kies meteen een onderwerp als je ideeën hebt. Of ga naar je docent. Of kijk op internet naar onderwerpen. Gerelateerd aan een vak wellicht. Of kijk naar goede voorbeelden op school. Of op internet. En bij deze strategieën allemaal belangrijk, lees je goed in. Daar wordt je onderwerp een heel stuk scherper van. Is het dan al scherp genoeg? Nou, de volgende stap is een goede onderzoeksvraag opstellen. Door je in te lezen heb je daar al een hele goede eerste stap toe gezet. Heel veel succes!